Ruim 3200 kinderen, afkomstig van in totaal 14 basisscholen uit de gemeente Laarbeek, Boekel, Gemerbakel, hebben zich in de voorgaande weken ingezet voor de sponsoractie van de Stichting Leergeld. Op woensdag 23 maart hebben de kinderen de actie afgesloten met een sponsorloop die elke school op haar eigen manier organiseerde. De ene school zorgde voor een estafetteloop, de andere voor rondjes rennen om het schoolgebouw. Kinderen liepen mee aan de hand van oudere kinderen of vaders en moeders, opa's en oma's. De trimbaan werd gebruikt of de paden in het bos werden bewandeld. De inzet was wederom fantastisch. Aanwezige bestuurders van de Stichting Leergeld, intermediairs, burgemeester, wethouders, ouders en vrienden, bekenden en veel mensen van de pers genoten van het enthousiast rennende kinderen. Het was een fantastisch gezicht om zoveel kinderen te zien lopen voor hun leeftijdsgenootjes. Op dinsdag 12 april werd bekendgemaakt hoeveel de sponsorloop op had gebracht. En de Stichting Leergeld bedankt in ieder geval alle ouders, kinderen, familieleden, buurtgenoten, vrienden, bekenden voor de bijdrage die ze geleverd hebben. Ik kan je verklappen, dat zijn de centen. Doe jij de volgende maar. Komen nu de dubbeltjes. Pak maar. Ja. Wie doet de volgende? Jawel. Jawel. Kijk. 95 cent. En dan moet er eigenlijk nog een komma komen staan, maar die staat er niet. Oh, doe jij even de volgende? Hier moet ik komen. Zo. Ja, daar houden we die vinger vast, komma. Ja. Ik moet even een stift op zwak maken. Wil jij de volgende? Ja, heb ik die bij me. 4,95 euro. Oh, oh, dat wordt niet echt meer. Dat telt niet op. Hier de volgende, Luc. Nou, we komen in ieder geval aan. 304,95 euro. Dan? Hé, kijk eens, meer dan 1000 euro. Nou. Maar nou, wacht even. Wat zou daarachter zitten? De 0 of de 1? We denken de 1, hè? Ja, ik denk het ook wel, hè? 22.304,95 euro. Hé, dat is geweldig, hè? Knap. Applaus voor jullie zelf. Frans Anders van de Stichting Leergeld, vertegenwoordiger voor Vergijmert. Of moet ik het zo niet zeggen, vertegenwoordigen jullie alle gemeentes? Wij vertegenwoordigen alle gemeentes, ja. Wij werken voor alle gemeentes, zitten in ons bestuur ook mensen uit alle drie de gemeentes. En wij werken voor alle drie de gemeentes, dat wil zeggen voor de kinderen die het nodig hebben. Voor de duidelijkheid, Stichting Leergeld, wat dien die in het kort? Proberen kinderen die, waarvan de ouders niet kunnen betalen om allerlei dingen die wij normaal vinden, zoals lid zijn van de voetbalclub of zwemles halen of spullen hebben voor je om naar school te gaan, een fiets om naar je school te fietsen, een computer desnoods om je huiswerk te kunnen maken. Ouders die dat niet kunnen betalen, die helpen wij door die dingen ter beschikking te stellen voor die kinderen. Krijgen de mensen het geld in de handen om het zelf te kopen? Wij helpen mensen alleen in natura. Dus wij zorgen dat de spullen bij de mensen thuis komen. Mensen krijgen een brief van ons mee waar ze mee naar de sportzaak kunnen. Wij betalen de contributie van de vereniging waar mensen bij zijn. Mensen krijgen zelf dus geen geld in handen. Jullie hebben net de actie afgesloten. Zo'n bedrag wat je dan binnenhaalt, hoeveel procent is dat van totaal wat jullie gebruiken in het jaar? We hebben vorig jaar hulp verleend voor iets meer dan 100.000 euro. Dat betekent dus dat dit ruim 20% is van het jaarbedrag. Zijn jullie nog steeds aan het werken aan bekendheid? Hoe beroemder dat je bent, hoe meer geld het kost, zeggen ze ook wel eens, maar dat moet het probleem niet zijn. De gemeentes, hebben die hier ook nog een bijdrage? Ja, met de gemeentes hebben we op verschillende manieren afspraken om bijdrages te leveren aan onze activiteiten. En daar mogen we niet over mopperen. De relaties met de gemeentes zijn goed. Als mensen gebruik willen maken van de Stichting Leergeld, hoe gaat het in het werk? Waar moeten ze dreigen melden? We hebben een website waar mensen via een mailcontact een mailtje kunnen sturen aan onze coördinator. En dan wordt er in principe binnen 14 dagen contact opgenomen. Komen mensen bij de vragers thuis op bezoek om te bespreken wat de problemen zijn, wat de vraag is, waar ze meer hulp willen hebben. En dan wordt er zo spoedig mogelijk door ons actie ondernomen om de hulp te bieden die nodig is.